Me likey. Oh, en kijk eens, vanavond is Duffy live met Pixelmon op Duffy Meer. Toch Duffy, professor ook. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag natuurlijk weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. En als je ook nieuw bent, hallo, welkom, abonneer. Want voor de mensen, YouTube is... Vandaag en gisteren, zeg ik dat goed? Ja, is YouTube bezig met accounts te verwijderen of te deabonneren van YouTube-kanalen. Bij iedereen overigens, dus mocht je zoiets hebben van... Hé, ik ben wel nog op Duffy geabonneerd, maar niet meer op... Weet ik veel wie allemaal bent geabonneerd. Dan kan het daar de komende letter even op. Dus niet alleen bij mij, maar bij iedereen. Dat vind ik toch aardig, hè? Voor al mijn mede-YouTubers. Dat ik gewoon dit aan jullie meld. In ieder geval, mensen, welkom. Gisteren heb ik allemaal kunnen zien hoe ik hier in Charizard... Ja, bijna ving... Om zo maar te zeggen. En dat ik daarna keihard werd genaaid door jullie. Dit vervelende soort. Daarom ook lekker een hydro pump over je heen. There we go. Waar ik nog steeds salty over ben. Oprecht. Ik vind het echt heel klote dit, mensen. Maar goed. Je doet er niks aan. Weet je. We kunnen alleen maar doorgaan. En hopen op het beste. Maar ik mag het nu natuurlijk best wel volgens mij eventjes vervelend vinden. Right? Mensen. Vandaag gaan we natuurlijk ook weer namen in de boom hangen. Maar. Fun fact. We gaan vandaag met twee namen in de boom hangen. Nu hoor ik je denken. Duffy, waarom? Het is vandaag. 14/12/2018. Het is op dit moment 11:03 in de middag dat ik het opneem. En de video heeft 247 duimpjes omhoog as we speak. Misschien na deze video heeft hij er wel net 250. Maar dat betekent, mensen, wij gaan terug naar ons huis toe. Want we gaan letterlijk twee namen maar in de boom hangen. Geen drie. I'm sorry, jullie weten het. Een derde naam komt pas bij de 250 likes per video. Dus het spijt mij enorm daarvoor. Maar nee, eigenlijk ook niet, want jullie hebben gewoon niet jullie best gedaan. Zo, dat is even pijnlijk, hè, dat ik dat gewoon hardop zeg, mensen. Zo. Dat is misschien ook wel niet helemaal waar, maar ik moet natuurlijk wel een klein beetje jullie op je flikken geven, want anders is het ook niet leuk. Mensen, ik heb in ieder geval wel twee namen natuurlijk die we in de boom... Oh, godskoleren zeg. Die we in de boom gaan hangen. Oh, there we go. Oké, even kijken. We hebben hier dus gisteren, hebben we Jordi voor het laatst opgehangen. We gaan hier een nieuwe iemand ophangen. Namelijk, mensen, Wesley. En Wesley liet namelijk een tip achter, waar ik overigens niks mee ga doen, maar wat wel een... tip is van ik denk van ja, en ik ga ook uitleggen waarom. Jordi om mij nou natuurlijk, omdat we het net over Jordi hadden. Nee, we hebben het over Wesley. Wesley zegt het volgende. Hoi Duffy, mijn tip is, je kunt ook een bord maken met een to-do-list. Lijkt me super gaaf en weer een tof video. Ga eens door, ik kijk elke video op dit kanaal. Ik kijk alle, let op mensen, advertenties af voor jou. Kijk, dat is handig hè. Maar jammer van je Charizard, je kunt niet altijd geluk hebben. Ik zou graag in de boom willen komen. Is dus bij de livestream aanwezig. Ik wil geen aflevering missen. Wat is het over serie? En let op mensen, is ook belangrijk. En nee, je bent geen James Duffy. Wesley, je bent... Je bent welkom in de boom. Want ja, dit is gewoon de shit. Maar mensen, wat we er dan bij gaan zetten, is het volgende. Ga ik gewoon, ja weet je wat, we doen het gewoon, hoe moet ik dit gaan verwoorden? Do list, schrijf dat zo, ik weet niet eens, list, maar dat was niet. So there we go. Waarom ik dat niet ga doen, mensen, is het volgende. Dan zou ik ten eerste... Dit is trouwens ook wel bijzonder hoor, mensen. Dan hebben wij hier een hele toren gebouwd, ooit natuurlijk voor om een legendary te vangen. En er staat een trainer op zo van... Ewa, ik ben een trainer en ik train hier mijn Pokémon. Bruh, for real. Ik ga geen to-do-list maken, omdat een to-do-list... Je kan vaak dat bordje ophangen op een muur, wat ook allemaal, dan kan je niet voor opzetten. En om alles in een boekje te gaan typen, heb ik zoiets van... Meh, ik heb liever dat jullie 100 keer dezelfde reactie gaan achterlaten van... Duffy, doe dit, Duffy, doe dat, dan ja... dat te doen. De volgende die er even opkomt is Levi. En Levi zet namelijk het volgende. Mensen, het is gewoon mooi, oké? Okay? Duffy denkt, omg, een Charizard, ik ga hem vangen. Graveler denkt, omg, een Charizard, die moet ik killen. Charizard denkt, omg, land. Misschien op dit bergje ga ik dood. Eindresultaat, Duffy is salty en Charizard is dood. Rip Duffy's humeur. En het enige wat ik erbij neergezette is filosoof. Punt. Dankjewel Levi voor jouw reactie die je hebt achtergelaten. En dankjewel natuurlijk ook Westie voor je reactie. Maar ik zei mensen, geen derde persoon. Misschien had dan wel gewoon een troll erop gekomen die een leuke reactie achterliet van... Ha Duffy, je bent een pepernoot. Weet je wel, dan op die manier. Maar dat is niet gebeurd, dus pech. Want we hadden niet genoeg likes. Daarom dus. We weer een bol zien. We killen hem gewoon ook eens die groen. We doen het gewoon. En oeh, een upgrade. Wait. Een upgrade. Waar is die voor? Is dat voor een Porygon? I'm not sure. We hebben ook Pons van Provence. Ja hoor, we hebben Pons van Provence en Oonki. Hallo trainers. Oei, Duffy. Daar ging je Charizard. Oh, leuk hoor. Ik snap je feeling. Mijn cadeautjes zijn ook weg. Maar ik heb inmiddels zekerheid dat Team Rocket bezig is geweest. Maak je klaar voor zondag.
Dit gaat een gevecht worden. Oh, nice. Oh, ik ga vechten tegen Team Rocket. Ey, me likey. Oh, en kijk eens, vanavond is Duffy live met Pixelmon op Duffy Meer. Toch Duffy, professor ook. Oh. Dat was niet helemaal de bedoeling, professor ook, dat ik vanavond live zou gaan met Pixelmon. Ik had eigenlijk iets van Call of Duty of GTA. Oh. Mensen, vanavond een livestream op Duffy Meer. Pixelmon gaan we doen. Bij deze zeg ik ook alvast meteen erbij. Misschien gaan we ook nog wel wat anders doen dan alleen maar Pixelmon. Ik bedoel, you never know, right? Maar mensen, vanavond live. Linkje in de beschrijving, I guess, van deze video ding geval. Open hem alvast, zet hem open. En dan kan je alvast wachten, kan je alvast een duimpje omhoog gaan klikken. Mensen, natuurlijk ga ik ook mensen hun naam in de boom hangen in de livestream. Dus mocht je er nu niet in zijn geweest, wees erbij. En voor de mensen vragen, Duffy, kan ik ook mijn naam in de boom kopen? 5 euro per naam, of volg mijn Pokémon kappa. Wat ben ik ook aan het doen? Mensen, we zitten hier nu nog steeds voor de Charizard, wat ik allemaal, Charmander, weet ik het allemaal. Maar ik wil even naar het low level spot toe. En wat ik even wil doen, is ik wil even mysterieuze wijze dit doen. Even gewoon dit. Want volgens mij hebben we hier namelijk ook Extreme Hills, right? Is dit, ja, hier Extreme Hills. Dat betekent, want ik zag namelijk natuurlijk wel de reactie van iemand voorbij komen. Zei, ja, Duffy, bij die hele hoge plekken, dan starten spannen wordt dat nog moeilijker en bla 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 bla. Dus in ieder geval, hier ziet, we hebben hier de Duty voor level 16. Dit is een relatief normale level plek, om zo maar te zeggen. En dat betekent ook, hier kunnen natuurlijk ook allemaal legendaries, om mij nou. Spawners starten met name natuurlijk ook de Charmander en weet ik het allemaal. Dus daar ben ik, oh, ik dacht een shiny. Oh, jij vuile pepernoot. Maar goed, maakt het helemaal niet uit, we killen je alsnog, want je bent een boss. En dat kan altijd iets leuks met zich meebrengen, maar, oh. Mensen, ben ik te, hey, een rare candy. Mensen, ben ik te erg? Altijd dat ik denk van, hé, een shiny, of is het een vrij logische gedachte? Want ik vind het op zich vrij logisch dat als ik een kleur Pokémon zie, waarvan je gewoon zelf 100% weet van, oh, wait a second, dat klopt niet qua kleur. Dus je zegt van, yo, shiny. Ik denk dat iedereen dat heeft, right? Ik bedoel, zo gek is dat toch ook weer niet? Oh, dit is trouwens ook wel een lekkere pijl. Die kunnen we gewoon niet anders voorbij laten gaan. Hoppatee, there we go. Ik zag dus ook iemand die zei, Duffy, ga een Weedle vangen en train hem tot level 100. Dat is die andere Pokémon serie. Maar nee, ik wil geen Weedle. Ik wil geen Weedle. Wat hier ook nice is, mensen, want volgens mij, maar I'm not 100% sure, kan hier ook gewoon, is dat hier? Ik weet niet of dat hier kan. Een Magikarp boss. Wauw. Kom in één keer allemaal bosses hier tegen. Magic, doe maar rustig, Magikarp. Kom maar. Doe maar rustig, joh. Hoppatee, there we go. Een Power Lance. Ik meen met de... Oh, niet maar rekken en niet gooien. Hey, kom eens even hier. Ik meen met herinneren dat we dat wel ergens van nodig hebben. Maar ik zou het zo 1, 2, 3 niet kunnen... Ja, kunnen koekstoeven. Maar I'm not sure of hier ook... Waarom mag ik er überhaupt naar kijken? Ik wou zeggen Squirtle wat ik kan, maar die hebben we natuurlijk al. Tuurlijk, een Totodile zou nice zijn. Maar nee. Oh ja. Oh ja, die hebben we natuurlijk al. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar hier te kijken voor een Charmander. Of natuurlijk een Infernape of wat dan ook allemaal. Wat hier allemaal nog meer kan spannen. Maar oké, dan. We hebben daar ook boss bij. Voor de mensen die eraf waren, Duffy, waarom vraag je eraf of de boss hier is? En niet boss als boss, maar gewoon echt een bos. Hier kan een Bulbasaur in spawnen. Kortom, we hebben hier een dubbele starter hunt. Een Abra, hallo. Nope. Fucking. De Abra's zijn de Endermans van de Pixelmon. En ja, mensen, dat heb ik zojuist gezegd. Ik denk dat dit bos ook groot genoeg is. Dit is gewoon een perfect bos, weet je. Niet te moeilijk, niet... Hé, hier ligt de loot. Niet te moeilijk, niet te veel gedoe. Flash hebben we gekregen. Oké, dankjewel. Sableye. Is dit Extreme Hills? Ja, wait, wauw. Ik heb echt wel een goede spot waar ik gewoon nu de starters kan farmen. Alleen, ja, de spankansen van is natuurlijk gewoon klein en die blijft ook klein. Maar het kan maar zo in één keer, mensen, dat die gewoon in één keer eentje loopt of eentje voorbij komt, weet ik veel wat allemaal. Dus het is natuurlijk altijd een beetje hopen. Nou, rustig maar, joh. Alleen het probleem altijd is, zeg maar, als je op zoek bent naar een Pokémon, dan spant hij niet. En wanneer je er niet naar op zoek bent, dan kom je hem natuurlijk altijd tegen. Zoals als ik bij zo'n nieuw zeg, ik wil nu een Snorlax hebben, ga ik hem niet tegenkomen. Maar we hebben natuurlijk net al zijn we al tegengekomen en gisteren natuurlijk ook. Dus dat is natuurlijk ook wel weer dat je denkt van, bruh, for real. In de tussentijd denk ik van, ja, ik zie hier lava. Sure, why not? Waarom gaan we niet even hier gewoon een visjongetje uitgooien? Misschien vangen we iets leuks. You never know. Kom op, ik weet dat zit iemand in te zwemmen. Torkoal, fuck off.
kom op. Er moet meer in zitten met qua vuur-Pokémon. Ik heb tot nu toe Torkoals gehad en ik heb tot nu toe Magmar gehad. En voor de rest nog helemaal niks anders volgens mij. Dus het wordt nou ook wel tijd dat we nou eens een keer wat anders gaan krijgen. Oh, kom op zeg. Een Fire Gem. Hey, die kan je op... Wow, wait, what? Je kan Fire Gems opvissen. Dat is tegelijkertijd wel heel erg ziek, want... Je hebt natuurlijk uiteindelijk nodig voor grote Pokémon, doe je natuurlijk meer damage erop. Dus dat is wel nice. Nog een Torkoal. Kom op. Is er ondertussen al een Charmander gespand? Hallo? Iemand ergens? Nee? Oké. Okay. Hou je gewoon allemaal in de gaten hoor. Hou je gewoon allemaal in de gaten. Nou, ik denk niet dat er iets anders in dit dus lava aan het zwemmen is. Een fucking skilled padden. Come on. Give it to me. Mensen, ik ook zo graag nog steeds een Ice Biome hebben. Hè? Maar ja, ik krijg hem maar niet. Dat is zo kut. Dat is zo kut. Oké, laat maar zitten. Ik geloof dit water hier voor de rest wel. Yo, dit is een blauwe eend. Dit is de voorplaats van die andere eend die we zagen toen. Ja, dit is Ducklet. Je ziet zoveel om je heen bewegen, maar je ziet niet hetgeen wat je wil. Gewoon een Charmander, jongens. Gewoon een kleine, lieve, schattige, rondhoofdige Charmander. Die... Nee, ik hoef niet met jou in gevecht. Die gewoon... Ja, aardig is voor mij. Of een Bulbasaur. Dat doe ik naast die en ik voorbij zien rennen. Oh mensen, hoe geniaal zou het zijn? Nou, jullie weten, als ik dingen zeg, dan kan het maar zo eens gaan gebeuren. Nee, grapje, dit is gewoon echt gewoon een no-go. Maar goed, stel je nou voor, hè. Ik doe echt letterlijk een week over de starter te vinden. Maar uiteindelijk is het een shiny starter. Och. Oh. The dreams, maar nee. En eigenlijk zijn die drie shiny starters best wel overreden. Want eigenlijk elke Pixelmon server waar je op komt, dus echt een online server, krijg je vaak als starter een shiny Pokémon. Dat is echt dik lame, maar ja. Ik weet niet wat er aan de hand is met alles hoor, maar alles spant hier. Maar een Charmander, Charmeleon. Nee, denk niet. En vind ik klote, vind ik naar, vind ik jammer. En ik weet zeker dat ze hier spannen. Dat is het punt niet. Want dit is de enige. Nou, niet de enige plek, maar you get what I mean. Is er wel een goede plek om hem te vangen. Maar te laten spannen of om te dansen met hem. Weet ik veel. Gewoon om iets met hem te doen, oké? Gewoon iets. Ja, dan. Dan heb ik weer die plank-Pokémon. Ja, die hebben we, weet je. Zoals dat plank-Pokémon. En zoals een fucking Magikarp. Ik ga net zo lang wachten tot hier een gouden Magikarp voorbij zwemt. Nee, grapje. Daar ben ik wel salty om. Dat ik die nog steeds niet heb. Ik zeg het jullie gewoon heel eerlijk. Ik zeg het jullie gewoon heel eerlijk. Maar ja, buiten de opnames, hè. Hebben we er niks aan. Kom op, jongens. Doe eens even iets leuks voor mij inspannen hier. Come on. Ik ben zelfs... Heb ik mijn Pokémon levels naar beneden gedaan. Dat ik hier naar lower levels ga. En nog krijg ik niet wat ik wil. Oh, dat is Electrize. Volgens mij. Met een hip-hop. Een hop-hip. Of een hop-hop. Hip-hop-hip-hop-hop-hop. Oeh, dit is hoog. Een Growlithe is natuurlijk ook wel leuk om te vangen natuurlijk voor een vuur-Pokémon, maar... Ja, Geodude, ik weet het, maat. Ik ben... Hey, wederom een boss. Mensen, dit is echt gewoon de boss-aflevering. Dit is niet normaal. Dit is echt waar niet normaal hoeveel ik er tegenkom vandaag. En ik vind het totaal niet erg, maar... Het is wat ik denk van, hè? Maar goed, jammer zijn het allemaal groene. Daar heb je vrijwel niks aan. Kan je eigenlijk ook laten gaan voor de mensen die zelf Pixelmon willen spelen. Groen kan je eigenlijk laten gaan, to be honest. Tuurlijk, je krijgt wel de XP en het kan een rijk candy. Kan het dan erop? Ja, volgens mij wel. Maar voor goede items hoef je hem echt niet te killen. Als je denkt van XP share of Lucky Egg of Master Ball. Dat gaan zij niet droppen. Daar zijn ze niet bossy genoeg voor. Nee, ik heb geen idee. Maar dat doen ze in ieder geval niet. Jammer genoeg. Een Zigzagoon in het water. Waar word je? Mensen, heb je trouwens ook in deze Pixelmon, als je een Zigzagoon bij hebt, dat die automatische items voor je vindt? En de mensen denken, Duffy, wat bedoel je daarmee? Voor de mensen die het niet weten, als je Zigzagoon in een Pokémon spel hebt op de Game Boy en je hebt hem bij je en je gaat gewoon lopen, dan vindt Zigzagoon af en toe items. En dat kan echt van alles zijn. Dus doet een Zigzagoon dat ook hier in Pixelmon? De ja of de nee? Want zo ja, dan moet ik gewoon even een Zigzagoon meenemen en dan kan hij zomaar in één keer items voor me vinden. Superhandig. Maar ja, dat hoor ik anders ook vanavond wel in de stream. Daarom is deze video ook nu ook wat korter, mensen. We gaan natuurlijk vanavond lekker live. Dus ik zeg, kom lekker langs en dan gaan we gewoon daar lekker fun hebben. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal even een duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom en mensen, tot vanavond. Deze server wordt mede mogelijk gemaakt door Cake Hosting. Wil je ook een goede en vooral goedkope Minecraft server? Kijk op www.cakehosting.net of check de link in de beschrijving. Gebruik de code DuffyGames voor 15% korting.